Zo. Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Een beetje grijzer, meer rimpels. Ja. Slecht geslapen van het voetbal, dat ook natuurlijk. Oh. Fijn. Pennen weg. Zo. Zo, goedemorgen allemaal. Ik open deze vergadering, zo heet dat. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Bos. Meneer Bos, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Dank u wel. Wij onderzoeken het hele stelsel van de corporaties, werking en opzet daarvan. En we kijken ook naar incidenten die daar plaatsvonden. We willen daarom weten wat er nou allemaal gebeurde en hoe dat kon gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk zijn. En vandaag, meneer Bos, concentreren wij ons wederom op de rol van de regering in de periode die we onderzoeken. De regering is immers de opsteller van wet en regelgeving die altijd grote impact heeft, ook op deze sector. En in dat verband, meneer Bos, bent u opgeroepen als getuige. Het verhoor vindt plaats onder ede en u koos ervoor om de eed af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen, als u even wil gaan staan. En mij even nadoet. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. U staat onder ede, meneer Bos. Neemt u plaats. Uw microfoon kan gewoon aanblijven. U laat zich bijstaan, meneer Patje. Welkom. U dient natuurlijk zelf de vragen van de commissie te beantwoorden. Daar was ik al bang voor. Ja. Ja. We gaan beginnen. Er zijn wat vragen van verschillende commissieleden. Het woord is aan de heer Mulder. Ja, voorzitter, dank. Meneer Bos, u was van februari 2007 tot en met februari 2010 minister van Financiën en vicepremier in het kabinet Balkenende 4. En de commissie heeft over die periode dat u minister was vragen. Onder andere over de financiering van de wijkaanpak in de 40 krachtwijken. En daarnaast over de verplichting voor corporaties om vennootschapsbelasting te betalen over al hun activiteiten. Meneer Bos, het is de commissie gebleken, en we hebben dat ook afgelopen maandag gehoord van de voormalig minister Winsemius, dat tijdens de formatie van het kabinet Balkenende 4 er een rekenfout is gemaakt. In de financiële paragraaf van het coalitieakkoord wordt 750 miljoen euro per jaar in inkomsten ingeboekt die de corporaties moeten leveren. Maar men had niet opgenomen waar dat geld vandaan moest komen. U kreeg als beoogd minister en partijleider van de Partij van de Arbeid op 9 februari 2007... hierover een zogeheten blauwe brief van minister Winsemius. Was hij de eerste die u wees op deze rekenfout? Mag ik eerst uitleggen hoe de rekenfout technisch in elkaar zit? Want hij zit denk ik net anders in elkaar dan u hem beschrijft. Dat mag, want dat zou mijn tweede vraag zijn. Ja, oké. Okay. In het coalitieakkoord stond opgenomen dat er 750 miljoen op enigerlei wijze geheven zou worden over het vermogen van, of het overtollig vermogen, of het teveel aan vermogen van woningbouwcorporaties. Dat was een politiek breed gedragen idee. Ik geloof dat alle partijen destijds wel een manier in hun verkiezingsprogramma hadden om iets van dat vermogen af te romen. 750 miljoen. En ook was er in het coalitieakkoord opgenomen dat er op allerlei manieren weer geld gestoken zou worden in wijken. En dat gebeurde verspreid. Dat hele
spectrum aan voorstellen is in de kabinetsformatie doorgerekend door het secretariaat van de formateur. Dat waren twee ambtenaren. Daar kwam een plaatje uit wat ons als onderhandelaars vertelde, dit klopt. Het is vervolgens door het Centraal Planbureau doorgerekend. Daar zaten ook geen opmerkingen bij van dat er iets mis zou zijn. En op enigerlei moment werd het duidelijk dat het misschien toch niet klopte. En dat had te maken met name met inzichten op het ministerie van Financiën, dat kennelijk niet betrokken was door de ambtenaren van de formateur bij het doorrekenen van de diverse voorstellen. En waar de kritiek van het ministerie van Financiën op neerkwam, was eigenlijk het volgende. Ten eerste zeiden zij, je mag niet zomaar 750 miljoen heffen bij woningbouwcorporaties. Er zijn eigenlijk twee manieren om dat te doen. Of je heft heel specifiek bij woningbouwcorporaties, maar dan moet het geld ook echt terug naar de plek waar je het geheven hebt. Dus dan moet je niet alleen zichtbaar 750 miljoen halen bij woningbouwcorporaties, maar moet diezelfde 750 miljoen via een begrotingsfonds of iets dergelijks ook weer terug de wijken in. Nou, zo stond het niet in het coalitieakkoord, want het werd weliswaar gehaald bij woningbouwcorporaties, maar het ging op allerlei diffuse manieren vervolgens de wijken in en niet via de corporaties of niet helemaal via de corporaties. En een tweede manier, als je zegt, ja, ik wil gewoon kunnen heffen en gewoon daarna mijn geld uit kunnen geven, dan heb je eigenlijk niet zo geweldig veel instrumenten die juridisch overeind zullen blijven, behalve bijvoorbeeld een vennootschapsbelastingplicht. Alleen die brengt dan weer veel minder op dan die 750 miljoen die in het coalitieakkoord verondersteld stond. Dus was de conclusie van de ambtenaren van Financiën, u heeft ofwel een heffing opgenomen die juridisch helemaal niet mag, omdat het geld niet teruggaat naar de sector. Dan geeft u uw geld wel uit, maar de heffing mag niet. En dus heeft u een gat van 750 miljoen. Of u doet een heffing die wel mag, maar dan brengt u niet 750 miljoen op. Maar, dat was toen het inzicht, misschien maar 100 miljoen. En dan heeft u een gat van 650 miljoen. Dat was het eerste gat wat geconstateerd werd. Het tweede gat wat geconstateerd werd, was dat de ambtenaren van Financiën zeiden, nou, u heeft afgesproken in het regeerakkoord dat de huren nog maar met de inflatie mogen stijgen. Maar er ligt een wet in de Eerste Kamer die ervan uitgaat dat er een zekere mate van liberalisering mogelijk is bij de huren. Dus dat huren met meer dan de inflatie mogen stijgen. Die wet kan dan dus niet doorgaan, maar die was al wel ingeboekt. Die zat al in de cijfers. En kennelijk wisten degenen die alles doorrekenden bij de formatie dat niet. En wist men dat bij het Centraal Planbureau ook niet. Maar die wet moet dus van tafel en dan is er nog een gat van 350 miljoen. Dus dan staat de teller inmiddels al op ruim 1 miljard. Nou, tenslotte was nog een piepklein meevallertje. Omdat ze zeiden, ja, als de huren, omdat ze inflatievolgend zijn, minder gaan stijgen dan we voorheen dachten, dan bent u ook minder kwijt aan huursubsidie, huurtoeslag. Dus dat mag er dan weer afgetrokken worden. Maar per saldo zeiden de ambtenaren van het ministerie dus, er is sprake van een gat van ruim 1 miljard euro. Uit mijn eigen herinnering weet ik niet wanneer het eerste moment was dat ik daarvan hoorde. Ik weet alleen maar dat ik op een dag op het ministerie zat met ambtenaren die zeiden, nou, welkom minister, we hopen goede samenwerking met u te hebben, maar we hebben wel een probleem van 1 miljard. Want u begint met een groot gat en u zult dat op de een of andere manier moeten dichten. Het precieze moment waarop dat was, weet ik niet. Ik heb de brief van Winsemius gezien in de dossiers die gemaakt zijn voor deze enquête. Wanneer ik de brief zelf onder ogen heb gehad, weet ik ook niet. Maar dat doet niets af aan het feit dat er inderdaad tijdens de formatie een rekenfout gemaakt is die buiten een gewoon onaangename verrassing was voor niet alleen de minister van Financiën, maar ook de andere leden van het kabinet. Ja, dus een probleem van 1 miljard. En u weet niet meer wanneer u dat voor het eerst hoort. Nou ja, u vraagt mij om 7 jaar terug de exacte datum te bedenken van wanneer ik een brief wel of niet kreeg. Ik weet oprecht niet wanneer die brief bij mij gekomen is. En wat deed u toen u hoorde van die fout? Heeft u bijvoorbeeld nog actie genomen naar die ambtenaren die fout hadden gemaakt? Nogmaals, ik weet niet wanneer ik ervan hoorde en het was toen natuurlijk al gebeurd. Mm-hmm. Ik heb later dus begrepen dat de ambtenaren die het rekencentrum vormden van de formatie normaliter al hun berekeningen checken met het ministerie van Financiën. En dat deze keer om wat voor reden dan ook niet gebeurd is. Ik weet niet waarom dat is. Dat zou u de formateur of de informateur moeten vragen. Ik weet dat niet. Ik weet alleen maar dat de ambtenaren die voor mij gingen werken op het ministerie, zo gauw ik met ze om tafel zat, zeiden, ja, u heeft wel een heel groot probleem. Ja. En u was daardoor verrast? Ja. Ja. Ja, het is niet prettig om als minister van Financiën te moeten beginnen met een gat van 1 miljard. En wat heeft u toen gedaan?
Toen zijn we, zijn we spelregels gaan bepalen en gaan kijken of we het probleem konden oplossen. Dus in het constituerend beraad, dan ben je nog geen minister, maar zitten alle beoogde ministers bij elkaar om nog één keer tegenover elkaar uit te spreken dat ze begrijpen waar ze voor staan en dat ze bereid zijn om hun klus te klaren. In dat constituerend beraad hebben we met elkaar afgesproken, geconstateerd dat er een aantal financiële problemen lagen naar aanleiding van de formatie waarvan we nog niet precies wisten hoe we ze op moesten lossen. Dit was ook niet het enige probleem. En elke minister van Financiën die begint altijd met een aantal zaken waarvan na de formatie gezegd wordt, ja, dat ligt misschien toch ingewikkelder dan ze dachten aan die formatietafel. Of dat kan misschien toch niet zus, of dat kan misschien toch niet zo. Er zijn altijd ministers die protesteren. Dat hoort er een beetje bij. Dus je spreekt dan spelregels af. En de twee dingen die wij in het constituerend beraad hebben afgesproken is ten eerste, we nemen nu nog even geen definitieve beslissingen daar waar grote problemen zijn. We nemen daar even de tijd voor om te kijken hoe we ze op gaan lossen. In formeel begrotingsjargon, de uitgavenkaders worden nu nog niet vastgezet. Dat doen we een paar maanden later. En het tweede wat we gezegd hebben is, de hoofdspelregel blijft onder minister van Financiën Bos hetzelfde als onder minister van Financiën Zalm. Namelijk dat is dat als er een gat op een begroting is, dan wordt de betreffende minister in de eerste instantie zelf geacht dat gat weer goed te maken, voor er eventueel een beroep op collega's gedaan kan worden. Nou, met die spelregels en die constatering hebben alle collega's in het constituerend beraad ingestemd. En daarna hebben we in mijn herinneringen ongeveer 4 tot 6 maanden nodig gehad om de specifieke problemen die hiermee samenhingen in overleg met name mevrouw Vogelaar opgelost te krijgen. Ja. Nog even terug. Nog voor het kabinet geïnstalleerd werd, had hij op 20 februari 2007 een ontmoeting met minister Vogelaar in een poging de budgettaire schade van het coalitieakkoord te beperken, zoals ambtenaren van uw ministerie het noemden. Weet u nog hoe dat gesprek met minister Vogelaar verliep? Nee, dat weet ik niet. Ik heb ook geen stukken gevonden die daarover gaan. Ik heb daar geen herinnering aan. Het enige wat ik weet is dat ik in het constituerend beraad, en ik dacht dat dat 22 februari was, dus na het gesprek met mevrouw Vogelaar, aan alle ministers, dus ook aan mevrouw Vogelaar, gevraagd heb of ze akkoord gaan met de spelregels die ik voorstelde. Of we ons allemaal realiseren dat er een aantal nog niet opgeloste financiële problemen zijn. Of men akkoord gaat met de manier waarop ik voorstelde dat we daarmee om zouden gaan. En daar heeft toen ook, als ik dat mag zeggen, want het is constitutueel beraad, dus het valt geloof ik onder het geheim van de ministerraad. Maar daar heeft ook mevrouw Vogelaar mee ingestemd. Ja. Wist mevrouw Vogelaar van de rekenfout? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik dacht uit het verhoor van de heer Winsemius begrepen te hebben dat hij in ieder geval zijn visie op de rekenfout, waar ik ook nog wel iets over wil zeggen overigens hoor, dat hij die ook aan mevrouw Vogelaar meegegeven had. Dus ik denk dat zij er ook van wist. En het feit dat zij kennelijk met mij erover overlegd heeft over financiële problemen, dan moeten we misschien het afleiden dat er op dat ministerie toen besef was dat er een specifiek probleem lag. Dus ik weet niet in welke mate van detail. Het enige wat ik ook weet is dat. Maar als u weet dat er een fout is, ligt het dan niet voor dan dat u minister Vogelaar daar op een of andere manier van in kennis stelt? Ik weet het niet. Ik zeg nog een keer, ik weet niet exact wat ik op 22 februari wist. Stel dat ik op 22 februari die ene notitie kende die mijn ambtenaren geschreven hebben, ik geloof rond 19 februari. Dan wist ik dat er dus mogelijk een probleem was. Eén notitie van ambtenaren. Dat betekent dat je daarna met elkaar gaat praten over of het probleem inderdaad zo groot is en of er nog wat aan gedaan kan worden. Als u het dossier bekijkt over deze concrete zaak, dan ziet u dat we talloze pogingen gedaan hebben allereerst om te zorgen dat het probleem kleiner zou zijn dan wat er voor lag. Je moet ook niet natuurlijk een analyse die gegeven wordt in één keer overnemen. En de eerste die roept, u heeft een probleem van 1 miljard, zeggen, ja, u heeft gelijk. En weet je wat, ik ga de belastingen verhogen. Of weet je wat, ik ga de uitgaven beperken. Nee, maar je gaat eerst kijken of het wel klopt. Dat vond ik ook mijn taak als minister van Financiën. Eerst kijken hoe groot het probleem echt is en het daarna oplossen. Dus toen u wist hoe groot het probleem was, heeft u het tegen mevrouw Vogelaar gezegd? Ik weet heel zeker dat, en of dat nou voor of na het constituerend beraad was, weet ik niet. Maar ik weet heel zeker dat in de dagen nadat het kabinet gestart is, ook het overleg met mevrouw Vogelaar meteen gestart is over hoe we dit probleem zouden kunnen oplossen. En daar heeft het ministerie van Financiën haar ook nogal nadrukkelijk bij geholpen.
Ja, een klein punt van orde. De constituerend beraad over Smiddel Bos valt niet onder het begrip ministerraad. Oké. Dat is staatsrechtelijk een gegeven, ook voor onze commissie, dus je kunt vrij uitspreken. Nou, mooi. Dan komen we bij de oplossing. Ja. Wat was de oplossing voor het probleem van 1 miljard? De oplossing is uiteindelijk geweest dat we hebben gezegd dat we ertoe zouden overgaan de woningbouwcorporaties onder de vennootschapsbelastingplicht te laten vallen. In de laatste raming die we daarvoor gebruikten zou dat ongeveer 500 miljoen opleveren. Daarmee was dus 500 miljoen van het hele miljard opgelost. En het andere 500 miljoen hebben we bij wat ik net in jargon noemde de vaststelling van de kaders. Ten laste van de algemene ruimte laten komen. Dus daar heeft in de praktijk eigenlijk alle ministers mee betaald aan het oplossen van het probleem op begroting van WWI. Ja. Dus dan is 1 miljard opgelost. Ja. Maar had minister Vogelaar toen al geld voor de wijkaanpak? Nou, die had ze net zoveel als aan het begin. Hè. De rekenfout die ging over de inkomstenkant. Mm-hmm. De rekenfout ging niet over de hoeveelheid geld die de minister kreeg. In het coalitieakkoord stond heel duidelijk dat er een grote hoeveelheid geld richting de gemeenten aangewend zou kunnen worden voor een wijkenaanpak. Dat zou wel onderhandelingen vergen met de gemeenten, omdat dat deels geld was waar de gemeenten zelf over gaan vanuit het gemeentefonds. Dus dan moet je daar proberen met elkaar afspraken over te maken. En er was een afspraak met mevrouw Vogelaar, zoals ook de heer Winsemius bepleit, dat er gewoon ook samen met de woningbouwcorporaties afspraken gemaakt konden worden, waardoor via convenanten of anderszins de woningbouwcorporaties zelf geld op zouden hoesten, zonder dat dat via een belasting geheven zou hoeven worden, wat dan weer in de wijken teruggeploegd kon worden. En uiteindelijk was er ook nog een instrument, en daar hebben minister Vogelaar ook mee geholpen, als ze dat niet genoeg zou vinden, wat de woningbouwcorporaties zelf zouden ophoesten, dan zouden we nog via een aanvullende belasting ook kunnen heffen. En uiteindelijk in het palet waar minister Vogelaar uiteindelijk mee aan de slag is gegaan, zie je alle drie de elementen terug. Geld via het gemeentefonds, geld, ik geloof 10 keer 250 miljoen, dat door gemeenten samen met woningbouwcorporaties zelf zou worden opgehoest en zelf zou worden aangewend en een heffing van 10 keer 75. Daar komen we straks op. Het was dus zo dat minister Vogelaar zelf nog wel het veld in moest om te onderhandelen met gemeentes over het geld dat beschikbaar was voor de wijkaanpak. Nou nog, ja. Dus het was niet zomaar, beste minister, hier staat een zak geld voor u klaar. Nee, u moet eerst nog zelf zaken doen met de gemeentes om dat te onderhandelen. Zeker. Ja. Naast de problemen aan de inkomstenkant. Ja, maar er was ook een grote bereidheid, tenminste dat zeiden de corporaties steeds tegen ons, om zelf een bijdrage te leveren. Corporaties hebben steeds uitgestraald dat ze liever zelf geld ophoesten en betrokken worden bij de aanwending van het geld, dan dat ze geconfronteerd zouden worden met een strafheffing. Dus dat was ook bewust beleid? Staat ook in het coalitieakkoord, die uitruil. Ja. Niet apart geld reserveren, maar proberen afspraken te maken met de gemeente. Ja. Ook apart geld reserveren, in de zin van er was een accré van het gemeentefonds waarvan we zeiden dat gaat mede die kant op, ga er nou over met de gemeente aan onderhandelen. Ja. Er was ook de mogelijkheid van een extra heffing waarvan de opbrengsten teruggeploegd zouden worden. En er was ook de mogelijkheid van een begrotingsfonds al of niet te vullen via convenanten. Maar er stond niet een pot geld klaar, er moest nog wel werk verricht worden. Er stond ook een pot geld klaar, namelijk het accré uit het gemeentefonds. Ja, maar voor de rest was er ruimte om zelf dat geld te genereren. Ja. Ja, maar dat accré moest nog wel even bestemd worden voor de wijkaanpak. Dat stond niet vast. Nee, het stond wel vast dat dat richting wijken en gemeenten zou gaan. Alleen daarbinnen heb je dan vervolgens natuurlijk nog heel veel mogelijkheden over waar je precies aan zitten. En daar zou de minister dan wel over moeten gaan onderhandelen. Ja. Helder, ja, ze moest nog onderhandelen. En dat was doelbewust? Ja. Daarna gaat het kabinet 100 dagen het land in. Is er toen nog gesproken om die financiering anders te regelen dan via het accré? Nou, mijn teleurstelling is vooral geweest dat om redenen die ik niet helemaal ken, de betrokken ministers uiteindelijk van die onderhandeling met gemeenten zo weinig werk gemaakt hebben. En eigenlijk is het bedrag van, ik dacht, ruim 400 miljoen, wat daarvoor klaar stond, is eigenlijk tegen de gemeente gezegd, daar gaan jullie over en wij gaan ons daar niet meer mee bemoeien. En daarmee is denk ik jammer genoeg wel een hefboom verloren gegaan, waarmee de minister van WWI ook invloed had kunnen uitoefenen op de aanwending van dat geld. Dus
de mogelijkheid om over een soort medebeslissingsrecht te onderhandelen met gemeenten over de aanwending van het accre. Die mogelijkheid is helaas niet gegrepen. En verwijt u dat haar? Nou, ik vond dat gegeven het feit dat die wijken hard geld nodig hadden, gegeven het feit dat minister Vogelaar een terechte ambitieuze agenda had en gegeven het feit dat het geld niet voor de oprapen lag, vond ik het geen verstandige keus om een pot van 400 miljoen, waarvan gemeenten het moesten uitgeven in de gemeentelijke sfeer, om daarvan te zeggen, ik bemoei me er niet mee. Ik zag ook andere bewindslieden die in exact dezelfde situatie, dus ook gemeentegeld waar ze formeel niet over gingen, toch in overleg zijn gegaan met de gemeenten en toch afspraken wisten te maken, zodat het geld wat gemeenten uitgaven, spoorde met ambities die de bewindspersonen op nationaal niveau hadden. En dat kan dus wel gewoon, maar minister Vogelaar heeft om redenen die ik niet ken, dat moet u haar maar vragen, die mogelijkheid niet gegrepen. Nee, maar gemeenten ervaren dat als een sigaar uit eigen doos. Ja, dat is altijd, dat is een bekend, dat krijg je elke 4 jaar. Elke 4 jaar op het moment dat er sprake is van extra geld in het gemeentefonds, dan wil de Rijksoverheid eigenlijk praten over de aanwending. Oh. Omdat ze het jammer vinden als gemeenten daar dingen mee zouden doen die haak staan op wat de Rijksoverheid wil. En dan zegt de gemeente, nee, het is ons geld, wij gaan erover. En daar hebben ze nog formeel gelijk in ook. En dus ontstaat er dan een gesprek, zo niet een onderhandeling. En meestal willen de gemeenten ook wel wat van de overheid. Mm-hmm. En ontstaat er dan dus toch iets waarbij je het allemaal in een mandje doet en er uiteindelijk een totaalpakket uitrolt. Dank. Ik kijk naar collega. Meneer Bashir, nog kort aanvullend. Meneer Bos, u zegt dat 2 ambtenaren die het rekencentrum vormden bij het tot stand komen van het regeerakkoord een rekenfout hebben gemaakt. Ja. Weet u nog wie dat waren? Jazeker, dat was de hoogste ambtenaar van het land op dat moment, de secretaris-generaal van Algemene Zaken, de heer Richard van Zwol. En dat was de heer Peter Martens. En ik dacht dat hij op dat moment directeur was van de sociale-economische afdeling op het ministerie van Sociale Zaken. Ja. Waarom is eigenlijk het ministerie van Financiën niet betrokken geweest bij het rekenen? Ik weet het niet. Maar u zat aan tafel bij de onderhandelingen. U hebt de onderhandelingen gevoerd. Maar ik was onderhandelaar. Ik had geen band met het ministerie van Financiën. Ik was Kamerlid. Ik weet dat niet zeker. U zou dat moeten vragen. Ik denk dat de informateur het formatiebureau samenstelt of het secretariaat van de formatie en daar controle op houdt. Ik weet niet of dat vanuit Algemene Zaken door de minister-president wordt aangeboden op een gegeven moment van neem deze ambtenaren maar ze kunnen. Het zijn ook ontzaggelijk goede ambtenaren met wie ik fantastisch heb samengewerkt. Alleen op dit punt hebben ze een steek laten vallen. Ja. En is dit gebruikelijk dat het ministerie van Financiën niet betrokken wordt? Ik heb het later een keer gevraagd aan mijn ambtenaren. Ze zeiden dat ze het nog nooit hadden meegemaakt dat het formatiesecretariaat een coalitieprogramma doorrekent zonder het met het ministerie van Financiën te checken. Dan gaat het regeerakkoord naar de Kamer, waar dus ook een rekenfout in staat van 1 miljard euro. Is daarna de Kamer ook geïnformeerd over de rekenfout? Vast wel, maar ik zou niet weten wanneer. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Nee. En dan tot slot, voorzitter. Er is een rekenfout van 1 miljard euro in het regeerakkoord. Vervolgens is er eigenlijk geen geld voor de wijkaanpak van minister Vogelaar. Ja, die conclusie trek ik niet. Hè? Althans, ze moet zelf naar de gemeente en zelf zien geld te vinden om vervolgens haar wijkaanpak te kunnen financieren. Ja. Wist minister Vogelaar dit voordat zij begon aan haar ministerschap? Zij kende het coalitieakkoord. Daar stond bij de ruimte voor uitgaven stond exact aangegeven dat het geld voor de wijkaanpak uit het gemeentefonds kwam. En nog een paar kleinere andere potjes. Er stond nergens iets anders. En er stond ook dat er een mogelijkheid was om via convenanten of via een heffing extra geld op te halen en dat dan ook in de wijken te steken. Dat stond er allemaal exact in. Wat ik niet weet of minister Vogelaar wist, ik wist dat dus ook niet totdat mij de rekenfout gewaar werd, is dat de heffing die ook in het coalitieakkoord stond, dat daar dus een juridisch probleem aan ten grondslag lag, waardoor er een gat dreigde. Of zij dat wist, dat weet ik gewoon niet. Ik wist het niet en ik hoorde het te laat. Dank u, meneer Bashir. Meneer Bos, u zei net een van de middelen om het gat in de begroting door die rekenfout te vullen, dat was de vennootschapsbelasting. Ja. Dat is de winstbelasting die gegeven wordt van bedrijven. Voorzitter,
zou ik, want ik merk dat u over wil gaan nu naar het onderwerp vennootschapsbelasting. Mm-hmm. Zou ik nog één opmerking mogen maken over de rekenfout? Zeker. Ja? En dat is naar aanleiding van het commentaar dat de heer Winsemius daarover gegeven heeft in de krant en ook voor deze commissie. De heer Winsemius heeft dus in grote lijnen, hè, niet op details als je kijkt hoe het precies in elkaar zit, maar wel in grote lijnen gelijk met het feit dat daar in de formatie rekenfout is gemaakt, waar deze minister van Financiën en zijn collega's het verder maar mee moesten uitzoeken. En hij zegt ook dat er alternatieven waren. Ik zou de commissie er alleen wel op attent willen maken dat het gat in de Rijksbegroting bij de alternatieven van de heer Winsemius minstens zo groot was als het gat waar wij mee geconfronteerd werden. In de brief waar de heer Mulder net uit citeerde, die de heer Winsemius aan in ieder geval mij gestuurd heeft, hè, en die ik nu uit het dossier heb gehaald, waarvan ik niet weet of ik hem destijds ook gezien heb. In die brief zegt hij bijvoorbeeld dat hij vindt dat het niet doorgaan van de wet betaalbaarheidsheffing die bij de Eerste Kamer lag ten laste van de algemene middelen moet komen. Dat betekent gewoon dat je een gat van 350 miljoen accepteert in de schatkist. En hij zegt, het geld voor de wijkaanpak moet opgebracht worden doordat corporaties hun huren verlagen en je bij lagere huren minder huursubsidie nodig hebt en het geld wat dan vrijkomt naar de wijken toe kan en dan heb je geen heffing nodig. Prima. Maar op het moment dat je die heffing uit het regeerakkoord haalt, valt er een gat van 750 miljoen. Tel dat bij elkaar op en je zit weer op exact hetzelfde miljard wat wij hadden. Dus de heer Winsemius heeft gelijk dat er een rekenfout was. Daar baalde ik ook van toen ik hem te horen kreeg en er mee moest werken. Maar hij heeft het niet voor ons op kunnen lossen. Goed, dank voor de verdere toelichting. We gaan toch even naar de vennootschapsbelasting, de winstbelasting voor bedrijven in Nederland. U zei net dat was een manier om het gat deels op te vullen. Tussen februari 2007 en Prinsjesdag 2007, als die begroting naar buiten komt, had u daar besprekingen over met minister Vogelaar. Hoe liepen die besprekingen? Moeizaam. Was zij er voorstander van? Van die niet in eerste instantie, uiteindelijk wel. En waarom uiteindelijk wel? Wat trok haar aan? Of waarom in eerste instantie niet? U moet haar dat natuurlijk vooral zelf vragen, maar... Kijk, het moeilijke voor mevrouw Vogelaar was dat zij, en dat is natuurlijk voor veel vakministers moeilijk, ze zijn enerzijds gebonden aan een coalitieakkoord waarin ook financiële randvoorwaarden zitten, zoals het op orde krijgen van de schatkist, het financieringstekort wat onder een bepaalde grens moest blijven, hoeveel bezuinigingen die gaan. Dat zijn niet alleen arbeidsvoorwaarden voor de minister van Financiën, dat geldt voor elke bewindspersoon. Dus daar is ze enerzijds aan gebonden. En tegelijkertijd word je als vakminister ook aangesproken op het opkomen voor de belangen van de sector die zich in jouw portefeuille bevindt. En dat was ook voor minister Vogelaar natuurlijk af en toe knap ingewikkeld, want de woningbouwcoöperatiesector zat niet te wachten op enigerlei vorm van heffing. Protesteerde dus heftig tegen elke vorm van heffing. En tegelijkertijd werd zij geconfronteerd met de minister van Financiën, die zei, ja, we moeten toch wat, want ik heb je nou voor een paar honderd miljoen gematst, maar er moet toch ook echt wel iets vanuit de coöperatiewereld zelf komen. Er was al een gedeeltelijke vennootschapsbelastingplicht, ook wel VPB genoemd overigens, voor de commerciële activiteiten. Ja. De opbrengst die daarvoor in eerste instantie was geraamd was zo'n 25 miljoen euro per jaar. Maar er kwam eigenlijk amper iets op binnen op die VPB-heffing voor dat commerciële stuk. Was je daarover verbaasd? Dat weet ik gewoon niet. Ik ken die cijfers ook niet die u nu noemt. Ik geloof u meteen hoor, maar de belastingheffing is de portefeuille ook van de staatssecretaris, dus ik weet dat gewoon niet. Ja, dat staatssecretaris was u een paar jaren eerder natuurlijk. Zes jaar daarvoor. Ja. Daarna kwam dus die volledige vennootschapsbelastingplicht voor die sector op tafel. Ja. En dat werd geraamd door Financiën op 450 miljoen per jaar. Mm-hmm. Maar daar zat wel een ingroei in. Dat zou zo'n 25 jaar duren voordat dat niveau gehaald zou worden. Ja. Dus dat is natuurlijk vrij lang. Maar het ministerie van Financiën was wel altijd voorstander van die, wat we noemen, integrale VPB-plicht voor al die corporaties. Ja. Was dat omdat ze die corporaties sowieso als gewone ondernemingen beschouwden? Nee, zo heb ik het niet begrepen. Ik heb altijd begrepen dat er twee of drie redenen waren om uiteindelijk over te gaan tot een afschaffen van de gedeeltelijke vrijstelling. De eerste reden was dat er een ongelijk speelveld ontstond met andere projectontwikkelaars. En een tweede reden was
dat er een geschiedenis in Brussel was rondom de vraag of er nou wel of niet eigenlijk sprake is van staatssteun. Op het moment dat je woningbouwcoöperaties zo'n geheel of gedeeltelijke vrijstelling geeft. En een derde reden was natuurlijk dat de heffing die uit het regeerakkoord was geblazen, omdat die juridisch niet houdbaar bleek. Dan moest dan wel een alternatief voor komen. En het enige alternatief wat we konden verzinnen, maar met minder opbrengsten, was de vennootschapsbelasting. Natuurlijk wat makkelijker op te leggen vanuit wetgevingsperspectief. Ja, hij bestaat al. Ja. Ja. Ja, de grondslag moet je dan nog wel bepalen. En daar zat dan misschien nog een vierde argument. Er is natuurlijk langjarig in de fiscaliteit altijd wel de gedachte gerijpt dat je beter een brede grondslag kunt hebben met een laag tarief dan een smalle grondslag met een hoog tarief. En een smalle grondslag ontstaat door allerlei vrijstellingen en aftrekposten. Dus er is eigenlijk door de jaren heen altijd wel een streven in de fiscaliteit om uitzonderingen en vrijstellingen en aftrekposten om die te schrappen. En ja, deze gedeeltelijke vrijstelling viel eigenlijk ook onder dat streven. Ja, dan kom ik met UB 20 augustus 2007. Zit hij met... Die dag, ja. Nou ja, u zit dan met minister Vogelaar en met een zekere meneer Kromwijk, directeur van Woonbron. Ja. Heeft hij een onderontje. En dan komt de heer Kromwijk, is gebleken uit ons onderzoek, met de suggestie zelf als woningcorporatiebestuurder, ja, om inderdaad die volledige vennootschapsbelasting maar eens even in, ja, te voeren. En was dat nou gebruikelijk dat coöperatiedirecteuren bij hoog ministerieel overleg aan tafel zaten om suggesties? Ik weet niet, de datum die u noemt zegt me niks. Maar ik weet wel dat ik de heer Kromwijk één of twee keer ontmoet heb. Dat was deels omdat hij ook in de Partij van de Arbeid actief was in de sfeer van volkshuisvesting. Dus hij was gewoon iemand die er veel van wist. Deels omdat hij kennelijk ook aan tafel bij minister Vogelaar een bijzondere positie innam. Ik weet niet, misschien had hij, adviseerde hij of had hij bijzondere inzichten. Maar in ieder geval, de reden dat zijn inbreng hier interessant werd, was dat hij zei, jullie raming klopt niet. Jullie hebben die vennootschapsbelastingsplicht steeds afgewezen omdat hij te weinig opbrengt. Precies zoals u zegt, ik geloof dat het zou beginnen met 100 miljoen in het eerste jaar en tergend langzaam zou oplopen naar iets in de buurt van 450 miljoen. En hij zei, jullie rekenen gewoon niet goed. Het klopt niet. Hij brengt echt meer op. En hij zegt, als je mij met pistool op de borst vraagt wat wij in de coöperatiewereld het liefst hebben, dan hebben we liever dat die vennootschapsbelasting wordt geheven dan dat jullie met een of andere draak van een nieuwe heffing komen. Dus kijk daar nog eens naar. En ik herinner mij dat gesprek dus als het beginpunt van het er nog eens naar kijken, wat uiteindelijk inderdaad leidde tot een andere raming van de belastingopbrengst. Ja, waarom was, als Kromwijk met iets komt als directeur-bestuurder van een coöperatie, waarom was dat nou meteen zo waardevol om dat te laten doorrekenen door de Belastingdienst? Nou, ik heb dat oordeel niet. Hè. Ik zit er dan aan tafel met mensen die fiscaal expert zijn en die begrijpen wat hij zegt. Er lag volgens mij op dat punt ook nog een advies in die tijd, ik denk van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, die ook een opmerking hadden gemaakt over de vraag of onze berekening klopte. Dus 1 plus 1 is 2. En ja, we hadden wel een probleem wat opgelost moet worden. En als iemand dan zegt, je hebt er misschien niet goed naar gekeken, dan ga je er dus nog een keer naar kijken. Ja, u merkte zelf al terecht op dat 2 dagen later, dat komt van de directie Belastingen van MINFIN, ministerie van Financiën, dat die raming inderdaad wel hoger kan. Die wordt dan op zo'n 550 miljoen per jaar geschat en ook al sneller te bereiken. Ja, dat laatste was natuurlijk vooral heel belangrijk. Ja, dus dat was echt fors hoger. Nou, mijn vraag nu is, ben je dan niet sceptisch aangezien bij dat commerciële stuk was 25 miljoen geraamd, er kwam een grijpstuiver binnen. Hier komt financiën met een ingroei in de eeuwigheid naar 450. Ja. En plotseling knallen ze het plafond uit die ramingen. Ja, ja, 550 miljoen per jaar. Ja. Word je dan niet sceptisch? Nou, je hebt gemengde gevoelens. En die gemengde gevoelens waren bij mij dat ik natuurlijk ook wel verrast was dat in zo korte tijd een raming zo radicaal kon veranderen. Tegelijkertijd, ja, als er inderdaad sprake is geweest van een verkeerd inzicht, dan kan dat. Hè? Maar dat verbaast wel. Daarnaast loste het natuurlijk ook wel een probleem voor me op. Ja, het was wel handig natuurlijk. Ja, dat kwam heel goed uit. Lekker, ja, bedrag. Was dat niet ook de bedoeling dan? Van zo'n raming, jongens. Nou ja, dat is precies de reden dat politici zich niet met ramingen bezig moeten houden. Want anders zullen ze in de verleiding komen om dat te gaan manipuleren. Dus dat moet je aan technische experts overlaten. Dus ik heb zelf, er staan geen vingerafdrukken van mij op die ramingen, gelukkig. Nee, maar we zien dan, ik neem je meteen door naar 2009, 2010. Ja. Daar komt echt, ja, excuseer de mond, daar komt een habbekrats binnen, 2 miljoen euro.
En niet 550 miljoen, of in ieder geval er was 350 in 2008 geraamd en daarna meteen 550 miljoen. Dat bleek 2 miljoen euro te zijn. Ja. Hoe zie ik dat nou in het licht van die analyse, die nieuwe raming van augustus 2007? Dat wat ik begrijp is dat een rechterlijke uitspraak de corporaties in staat heeft gesteld om een bepaalde fiscale mogelijkheid te benutten. Waardoor de opbrengst van de heffing zeker in die jaren meteen veel lager werd. En dat was kennelijk niet voorzien door de Belastingdienst. Die rechtszaak hebben ze verloren. Dat gebeurt helaas wel eens vaker. Ja, want ik zou zeggen, als fiscalist in het begin van het belastingplichtig maken van een sector, moet je juist rekening houden met een lagere opbrengst, omdat je hele hoge afschrijvingen ziet. Dat is gebruikelijk. Maar. U zou het de fiscale experts moeten navragen, maar uit de praktijk weet ik dat het is ongelooflijk moeilijk om te voorspellen, vooral als het over de toekomst gaat en al helemaal als het over belastingen gaat. Bij de Belastingdienst zijn ze daar heel goed in, maar het blijft uiteindelijk een kwestie van inschatten. Dus soms gaat het fout en soms betekent die fout een voordeel. Dan blijkt iets opeens veel meer op te brengen dan je gedacht had. En soms is het een nadeel en dan blijkt het minder op te brengen. En dat laatste is hier kennelijk het geval. Wat onze commissie uit de stukken ziet is wel dat minister Vogelaar... Het betekent overigens, als ik dat dan toch even mag zeggen, even terug naar het begin van ons gesprek. Daarmee is dus die rekenfout van 1 miljard bijna volledig voor 100% uiteindelijk uit de algemene middelen gecompenseerd. Dus daar moet de sector vooral niet te hard over klagen. De eerste 500 miljoen werd door de minister van Financiën al in de kaders geregeld. De tweede 500 miljoen had via de vennootschapsbelasting binnen moeten komen en is dus niet via de belasting dat binnengekomen. Dat is natuurlijk van die kant, ja. We zien dat minister Vogelaar toch blijft aanhikken tegen die vennootschapsbelasting in die sector, want ze committeerde zich in een zogenaamde mandaatbrief, zoals dat heet, zou ze zich daarvoor moeten inzetten voor die complete vennootschapsbelasting. Maar daarna zien we dat ze toch vrij solistisch opereert, ook in onderhandelingen met Edis, en dat toch min of meer van weg wil blijven. Hoe is ze nou uiteindelijk wel overtuigd van het nut van die VPB? Heeft u dat überhaupt gedaan? Lukte dat? Hoe is het? Ik denk... Na die herziene raming, dan zou ze waarschijnlijk zelf ook blij moeten zijn met een veel hoger bedrag. Ja. Kijk, voor de minister betekende het uiteindelijk aanbod wat ik aan minister Vogelaar deed, was dat als zij de vennootschapsbelastingsplicht voor de corporaties zou verdedigen, dan zou ik afzien van elke andere vraag aan de corporaties om via een heffing of anderszins nog meer geld op te brengen voor de schatkist. Oftewel, alles wat corporaties dan daarbovenop nog zouden kunnen genereren, zou gebruikt mogen worden door minister Vogelaar voor de wijkaanpak en hoefde niet meer naar de schatkist. Ik denk dat dat argument uiteindelijk voor de minister doorslaggevend was om dit te accepteren. Ik denk ook dat ze niet zo geweldig veel keus meer had. We zullen het daarop vragen. Nog één ding op dit punt, meneer Bos. Toen die integrale vennootschapsbelastingplicht er kwam, zagen we een beweging bij bepaalde corporaties van dat gaat wel erg gemakkelijk als het Rijk ons op die manier wil afromen. Ja. Laten we proberen of we niet uit dat stelsel kunnen treden. En je ziet dat corporaties daarover gaan discussiëren. Daar gaat er zelfs een naar de rechter. Opting out met een duur woord. Was daar iets van voorzien dat dat een reactie kon zijn? Hoe zat u in die discussie? Ik weet dat we rekening hebben gehouden met allerlei reacties van woningbouwcorporaties. In de zin van dat ze niet meer zouden willen meewerken aan allerlei convenanten. Of dat er rare dingen zouden gebeuren met de huren. Of dat ze minder huizen zouden gaan verkopen. Wat we ook onwenselijk zouden hebben gevonden. En op enigerlei moment in die discussie hebben we ook zijn we rekening moeten gaan houden met wat dan heette opting out. Dat individuele corporaties uit het stelsel zouden pas stappen. Waarbij overigens steeds door onze juristen gezegd werd, dat kunnen ze helemaal niet. Daar krijgen ze de ruimte niet voor. Nou, dat bleek ook zo te zijn. Dat is geloof ik door de rechter een paar keer bevestigd. Een jurist wil zeggen, de landsadvocaat, die heeft die advies gehoord. Ja. Duidelijk. Ja. Ik ga terug naar collega Mulder. Dank. Nou, heeft de afspraak met minister Vogelaar over de vennootschapsbelasting. Vervolgens kan zij zich richten op de onderhandelingen met de sector, met Edis, over een fonds voor de wijkenaanpak. Ze heeft dan nog steeds geen eigen budget voor haar programma ministerie WWI. Dat moest, zoals u al zei, via een heffing betaald worden. Is minister Vogelaar met randvoorwaarden van u die onderhandelingen ingegaan?
Ja, ze heeft in het constituerend beraad de spelregels geaccepteerd. Zoals gezegd, we hebben haar daarna ook geholpen door een deel van het tekort voor eigen rekening, voor de rekening van de schatkist te nemen. En haar te helpen bij het ontwikkelen van heffingsinstrumenten waarmee ze geld uit de sector kon halen. En uiteindelijk heeft ze een akkoord bereikt met de sector, wat dan vervolgens geloof ik weer door individuele leden uit de sector weer verworpen is, maar niettemin. Er lag uiteindelijk een akkoord met de sector, waardoor er enerzijds 250 miljoen per jaar door de sector zelf in de desbetreffende projecten gestoken zou worden. En er anderzijds 75 miljoen per jaar geheven zou kunnen worden door het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Ja. Was u nog betrokken bij die onderhandelingen? Op het moment dat het mis dreigde te gaan, ja. En wanneer dreigde het mis te gaan? Iets te vaak. Iets te vaak? Ja. En wat gebeurde er dan? Dan moesten wij de minister herinneren aan de afspraken die we gemaakt hadden. Ja, kunt u eens beschrijven hoe die gesprekken gingen als het misdreigde te gaan? Kwam de minister dan bij u? Ja, of de ambtenaren worden op elkaar afgestuurd, hè, om even zeker te zijn dat... kijk, je opereert als kabinet als eenheid. Mm-hmm. Je bent allemaal gebonden aan hetzelfde regeerakkoord en aan dezelfde afspraken die daarin staan. En je kunt dus niet als individuele minister afspraken maken met derden, waardoor je opeens financiële verplichtingen op je neemt die gewoon niet gedekt zijn in het coalitieakkoord dat je met elkaar hebt afgesproken. En er zijn een paar momenten geweest waarbij er dingen op tafel kwamen tussen de minister en de woningbouwcorporaties die ofwel het instrument van de vennootschapsbelasting afzwakten. Mm-hmm. Ofwel een gat sloegen in de schatkist. Mm-hmm. Ofwel een beroep deden op middelen uit het coalitieakkoord die voor andere ministers bestemd waren. Dus de minister hield zich niet aan het mandaat? Nou, uiteindelijk wel. Maar dreigde dat niet? De welwillende interpretatie is dat de minister de grenzen van haar mandaat heeft opgezocht en daar uiteindelijk binnen is gebleven. Ja. Maar dat mandaat was toch helder? Zeker. Hoe kan het dan dat iemand daarvan af... Ik houd even bij de formulering dat ze er uiteindelijk niet van is afgeweken. Niet van het. En heeft u zelf ook nog aan tafel gezeten met Eders? Ja, ik herinner me in ieder geval één gesprek. Mm-hmm. Ja. En wat zijn uw herinneringen aan dat gesprek? Nou, dat was een bijzonder gesprek. Want de minister van WWI kwam daar binnen met de voorzitter van Edes. Ja? De bond van de corporaties. Dat was destijds de heer Van Leeuwen. Ja. En normaal als je als twee ministers een gesprek of onderhandelingen voert met een derde partij, dan zit je als twee ministers zit je naast elkaar. Mm-hmm. En dan, tegenover je aan tafel zit dan de partij met wie je zaken gaat doen. Hè? Mm-hmm. En opeens merkte ik dat ik aan één kant van de tafel zat en mevrouw Vogelaar zat met de heer Van Leeuwen aan de andere kant van de tafel. En die ging dus ter plekke met haar eigen minister van Financiën onderhandelen. Dat was niet helemaal de bedoeling, laat ik het zo maar zeggen. Dat was niet echt sprake van eenheid van kabinetsbeleid. Jawel, die bewaakte ik wel. Dus aan de afspraken is verder allemaal niet getornd. Maar ik kan me voorstellen dat... zo hoort het niet te gaan en ik vond dat niet sterk overkomen. We hadden het al over het mandaat van minister Vogelaar. En dat staat ook in een brief die is goedgekeurd door de ministerraad. En daaruit staat dat uitgaven uit het fonds vertraagd gedaan kunnen worden. Ja. Want dat is in de eerste jaren gunstig voor het EMU-saldo. Ja. Dus je krijgt wel de inkomstenuitheffing, maar je gebruikt het pas later voor uitgaven. Dan hou je geld over en dat komt ten goede van het begrotingstekort. Ja. Was dat uw keuze om dat zo te doen? Het was in ieder geval een idee van mij om het zo te doen. Het is uiteindelijk niet gebeurd volgens mij. Maar dat was een manier om zowel de belangen van de corporaties als de belangen van de schatkist te dienen. Ja. Want dat zou betekenen dat... wanneer minister Vogelaar meer dan 40% zou uitgeven van die heffing van 750 miljoen, dat ze dan met een begrotingstekort zat, toch? Of niet? Nee, het idee is dat als je in jaar 1 750 miljoen binnenkrijgt, maar minder dan 750 miljoen uitgeeft, dan verklein je dus voor dat mindere in dat jaar het financieringstekort. Als je dat 10 jaar lang volhoudt, ervan uitgaan dat dan je 10 jaar later ook minder problemen hebt met je financieringstekort, dan heb je dus gewoon wel je financieringstekort voor die periode verlaagd. Mm-hmm. Terwijl tegelijkertijd uiteindelijk wel al het geld wat je binnenhaalt ook naar die wijken toe gaat. Alleen net steeds een fase later. Dus een technische oplossing
om geld wat je bij de corporaties binnenhaalt ook echt naar de wijken te laten gaan. Maar tegelijkertijd ook de schatkist er in ieder geval tijdelijk van te laten profiteren. Dus je noemt dat een technische oplossing. Maar ik kan me voorstellen dat als je die heffing betaalt en er wordt niet gelijk besteed aan waar het voor bedoeld is, dat dat misschien technisch is. Maar het betekent gewoon dat je in het eerste jaar minder geld hebt. Zeker, ja. Ja. Nee, het is allemaal niet zonder pijn. Nee. Dat bedoel ik. Ja, nee, technisch klinkt dat zonder pijn. Het is ook niet met iets gekomen, maar ik bedoel, we waren in het stadium dat we een probleem moesten oplossen. Ja. En dus van alles verzonnen. En ik wilde ook minister Vogelaar helpen. En die wilde geld halen bij de corporaties om in die wijken te steken. Dan vond ik dat ze groot gelijk in had. Ja. Dus dan wist mevrouw Vogelaar van dat temporiseren van de uitgaven? Wist ze dat? Dat weet ik echt niet. Maar dat weet ik gewoon niet. Nee. Het is altijd handig. Er was niks geheims aan. Het was bedoeld om haar te helpen. Maar u ging ervan uit dat ze dat wel wist? Ja. Begreep? Ik weet het echt niet. Het is lastig als je iemand een voorstel doet en diegene begrijpt niet wat het voorstel is, hè? Ja, dat is lastig. Maar ik zeg u oprecht, ja, ik weet het gewoon niet. Ik ga ervan uit dat als dit op het ministerie van Financiën bedacht wordt, zoiets, dat dan met ambtenaren ook van WWI destijds wordt doorgesproken en dat die dan hun minister vertellen. Maar ik kan u dat allemaal niet uit eerste hand bevestigen. Wat betekent dat voor de onderlinge verhoudingen? Wat er gebeurde in de onderhandelingen met Edes? Ja, dat heeft niet geholpen. Is dat een eufemisme? Nou, ik haal het gewoon even op deze formulering. Het heeft niet geholpen. Het heeft niet geholpen. Uit de stukken die wij hebben, krijgen wij de indruk dat uw ambtenaren niet zo erop vertrouwen dat het gaat lukken met... U begint te lachen. Ja, u ook. Ja, want ja. In november 2007 vraagt u uw ambtenaren oorlogsscenario's voor te bereiden als de woningcorporaties inderdaad de kont tegen de krip gooien. Ja. Waarom verwacht u dat die onderhandelingen zouden kunnen mislukken? Nou, omdat tot op het laatste moment er grote weerstand was in de kring van corporaties om mee te werken aan wat minister Vogelaar, gesteund door mijzelf, probeerde te doen. En op het moment dat daarmee regeringsbeleid gefrustreerd zou worden, maar al helemaal als dan bijvoorbeeld ook echt gedreigd zou worden, want het was echt... Ik bedoel, u heeft hier deze weken de huidige directeur van Edes, de koepel van corporaties, gehad. Hè? En dat was een en al spijt en zelfreflectie en over hoe alles beter moet. Dat was dus in 2007 echt heel anders. Toen was de corporatiewereld en de directeur van de koepel, die had echt iets tegen de politiek van waar bemoeien jullie je mee? Hè, dit weten wij allemaal zelf beter. Wij doen het. We hebben niks te maken met regeringsbeleid en blijf met je van ons geld af. Dat was de sfeer. Dus dat was een heel moeilijk bastion om te nemen voor mevrouw Vogelaar en ook voor mijzelf. En als je dan kijkt naar brieven die ook door de corporaties in die tijd gestuurd werden, daar werd echt gedreigd met zeg maar saboteren van regeringsbeleid als wij onze zeg maar democratisch gelegitimeerde agenda zouden doorzetten. Dus dan moet je als verantwoordelijk minister op een gegeven moment ook afvragen van nou stel dat dit inderdaad uitloopt op een mislukking, dat we geen deal hebben met de corporaties. En ze gaan inderdaad al die dreigementen doorzetten, wat kunnen we dan nog? Ja, dus vandaar ook die term oorlogsscenario's. Dat was ik zal vast en zeker die term in die context bedacht hebben, ja. Als nou de onderhandelingen wel geslaagd waren, zou dan een publieke heffing niet nodig zijn geweest? In mijn herinnering was het oorspronkelijke plan van de minister dat er 10 jaar lang 300 miljoen door corporaties opgebracht zou worden. En omdat dat bedrag uiteindelijk niet haalbaar bleek en volgens mij naar 10 jaar lang 250 miljoen ging, was er nog steeds een noodzaak om dat aan te vullen met een kleine heffing van 75 miljoen per jaar. Dat is in mijn herinnering hoe het zat. Dus u heeft gelijk, als corporaties uit eigenaarbeweging bereid waren geweest meer te doen, dan was een heffing niet nodig geweest. En kan dan gesteld worden eigenlijk dat het belang van een positief EMU-saldo prevaleerde boven de wijkaanpak? Nee, het was allebei belangrijk. Allebei belangrijk? Ja, dat compliceert het wel, maar het was allebei belangrijk. Okay. Dank. Meneer Bashir, aanvullend. Meneer Bos, u vertelde dat mevrouw Vogelaar samen met de heer Van Leeuwen van Edes onderhandelde met u. Jullie zaten aan tafel met elkaar. En mevrouw Vogelaar, dat kwam een beetje naar voren uit uw antwoord,
die wierpen zich eigenlijk op als belangenbehartiger van de sector. Zeg ik dat goed op deze manier? Ja, dat was zeker in dat gesprek helaas het geval. Ja. Ja. Zegt dit nou iets over mevrouw Vogelaar of over het ministerie van WWI? Dat is een interessante vraag. Want mij gaat erom dat er blijkbaar in uw optiek sprake was van verwevenheid. En dan is de vraag van, lag dat nou aan mevrouw Vogelaar of aan WWI? Er waren zeker elementen in de opstelling van het ministerie en de minister die de minister echt zelf als persoon anders had kunnen invullen. Dus bijvoorbeeld het feit dat je tegenover je eigen minister van Financiën gaat zitten op het moment dat je in gesprek gaat met een derde, dat is echt een keus die zij zelf maakte. Het feit dat zij terecht probeert een balans te zoeken tussen het opkomen voor een sector en het onderdeel zijn van een kabinet, dat is ook, vind ik, een terechte invulling van haar taak. Zo hoort het ook te werken. Het zou heel goed kunnen, maar ik kan dat niet uit eerste hand bevestigen, dat ook ambtenaren op het ministerie zich misschien iets te veel met de corporaties identificeren en iets te weinig met andere belangen. Wat ik wel kan constateren is dat ze in ieder geval niet in staat zijn geweest of hebben gewild, zeg maar, hun minister te corrigeren op momenten dat misschien had bijgedragen aan een goed gezamenlijk optreden van Financiën en WWI. Ja. En was dit nou het gesprek waarbij u uw conclusies trok over mevrouw Vogelaar? Nee. Dus dit was niet het moment waarbij de verhoudingen verstoord raakten? Nou, ik heb net gezegd, het was natuurlijk niet goed voor onze verhouding, maar we zijn er uiteindelijk uitgekomen met die corporaties. Dus daar ga je dan verder niet te lang bij stilstaan. En dit was zeker niet het gesprek waarop ik, overigens niet als minister van Financiën of als vicepremier, maar als PvdA-leider, conclusies trok over het functioneren van mevrouw Vogelaar. Ja. Dat was niet toen. Dan tot slot, ons als commissie valt op dat u eigenlijk een minister op pad stuurt met weinig middelen, met weinig geld. Hoe kijkt u zelf hierop terug? Is dat niet vreemd om een minister op pad te sturen met geen geld? Ze moet zelf eens geld voor elkaar een zin te vinden. Is een rekenfout gemaakt? Hoe kijkt u zelf hierop terug? Die rekenfout, dat was vooral ook mijn probleem. Hè? Ik bedoel, ik kreeg die rekenfout, als minister van Financiën kreeg je die rekenfout voor je kiezen. En moet je hem oplossen. Dus dat was niet iets wat op het bordje van mevrouw Vogelaar lag. Dat lag op mijn bordje uit de formatie. Daar voelde ik mij slachtoffer van en dat heb ik zo goed mogelijk proberen op te lossen. Mevrouw Vogelaar had geld meegekregen in de formatie waarover ze met de gemeente het samen eens moest worden. Zij verkoos om redenen die ze zelf maar moet zeggen om dat gesprek niet met gemeenten aan te gaan. Dat zie ik als een gemiste kans. Er waren andere gelden, bijvoorbeeld de zogeheten ISV-gelden, die ook via het departement liepen, die ook gebruikt konden worden voor de wijkaanpak, die we nog een jaar verlengd hebben zelfs. Het zou geloof ik in 2010 ophouden en hebben we nog tot 2011 verlengd. Die waren ook tot haar beschikking. Het was eigen geld waar ze mee kon werken. En ze kreeg de mogelijkheid om met eigen heffingsinstrumentarium te komen, wat ze uiteindelijk ook gedaan heeft. Is dat ongewoon of onredelijk? Nou, onredelijk is het niet, want een minister van Financiën heeft geen geld. Al het geld wat ik heb als minister van Financiën is geld dat ik ophaal met belastingen en premies bij burgers. Dit was wel een centrale uitgangspunt zeker, van het kabinet, namelijk wijkaanpak. En dus deden wij in de coalitie hetzelfde wat volgens mij alle partijen in de Kamer voorstelden in hun verkiezingsprogramma's. Namelijk kijken of je met een vorm van een heffing op het vermogen van corporaties de wijkaanpak zou kunnen financieren. Dat is dus niet verzonnen in de formatie of verzonnen door de minister van Financiën. Dat hadden alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma staan toen. En om even een heel actueel voorbeeld erbij te halen. De huidige minister van Onderwijs heeft volgens mij het afgelopen jaar voor een vergelijkbare opdracht gestaan
toen zij de mogelijkheid kreeg om extra middelen te vinden voor het investeren in het onderwijs, maar dat dan wel zelf eerst via een verandering in het stelsel van studiefinanciering moest opbrengen. En die middelen voor die extra investering in het onderwijs, die zouden er niet zijn gekomen als die verandering in de studiefinanciering niet tot stand zou zijn gebracht. Dus het komt vaker voor, maar het is niet makkelijk. Het is hard werken, maar het is wel wat alle partijen in de Tweede Kamer in hun verkiezingsprogramma hadden opgeschreven dat er moest gebeuren. We gaan door met meneer Mulder. Ja, dank. Ja, we hadden het al over de relatie, we hadden het al over oorlogsscenario's. En u heeft tijdens uw ministerschap gesprekken gevoerd met de minister van WWI, minister Vogelaar. Uw ambtenaren waren dicht betrokken bij die onderhandelingen. En ze beschrijven dat als een strijd. En op een negatief advies van de landsadvocaat over de invoering van de VPB reageerden de ambtenaren van de minister Vogelaar licht euforisch. Heeft u iets meegekregen van die strijd tussen ambtenaren? Nou ja, ik ga ervan uit dat ik al die notities destijds gelezen heb. En dat gaat met een lach en een traan. En daarna ga je gewoon je werk weer doen. Nou, u heeft het wel meegekregen. Dit is typisch zo'n vraag, meneer Mulder, die ik niet uit eigen herinnering. Als u mij nu vraagt, wat heb ik meegekregen daarvan zoveel jaar terug, dat weet ik niet. Als ik het dossier doorkijk, dan zie ik allerlei notities die ik gelezen heb in die tijd. Dus dan zal ik het vast en zeker meegekregen hebben. Okay. Het kabinet waarin uw vicepremier was, werkte op dat moment aan de introductie van de zogeheten maatschappelijke onderneming. Ja. Hoe keek u aan tegen deze rechtsvorm? Ik heb hem nooit helemaal begrepen. Hij stond wel in het regeerakkoord. Ja. Had u zelf over onderhandeld? Ja. Maar heeft u hem toch niet helemaal begrepen? Nee. Waarom niet? Dan moet ik uitkijken met meneer Oskam achter de tafel. Maar het is een concept wat, verzonnen is door het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. En waar ook de beoogde premier van de coalitie, waar ik tot toe trad, de heer Balken, en geloof ik zelf als auteur nogal wat aan bijgedragen had. Het was een manier om organisaties die in het maatschappelijk middenveld actief waren, een formele juridische status te geven. Zodat je in ieder geval iets opschrijft over wat je van ze verwacht en wat hun rechten en plichten zijn en aan wie ze wel of niet verantwoordingsschuldig zijn. Dat is denk ik de meest neutrale omschrijving die ik kan geven. Het niet begrijpen, dat begon een beetje bij de vraag wat het nou precies toevoegde aan concepten rondom ondernemingen en ondernemingsrecht die we al hebben in het burgerlijk wetboek. Of het niet op allerlei manieren winstmotieven en gebrekkig toezicht zou introduceren in de publieke en semi-publieke sector waar we niet op zaten te wachten. Nou, die debatten die hebben we gevoerd in al die jaren. En volgens mij is het het is uiteindelijk ook vastgelopen, denk ik, dat we moeten constateren. Ja. Hij stond wel in het regeerakkoord. Het stond ook in het onderhandelaarsakkoord van Edes met minister Vogelaar dat niet doorging. Maar u zag die maatschappelijke onderneming niet komen tot verbetering van de doelmatigheid en de effectiviteit. Ik had in het regeerakkoord mijn handtekening gezet onder dat we ons best zouden doen om daar wat van te maken. Alleen het heeft nooit een vorm bereikt waarvan we met elkaar zeiden zo kan het en zo moet het. Oké. Okay. Dan nog even in het volgende op collega Bashir. Over het feit, eigenlijk verwijt u minister Vogelaar dat ze het budget niet heeft geregeld. He? U zei van, er was een kans met de gemeente. Er was ISV-geld, dat staat voor stedelijke vernieuwing. Dat is een pot, geloof ik. De heffing. Maar had ze ook niet een hele, bijna onmogelijke taak om het te regelen? Want ze moest bij Edes de vennootschapsbelasting verdedigen. Ze moest de heffing binnenhalen. Ging ze niet met de onmogelijke taak het veld in voor iets wat het kabinet zo belangrijk vond? Toch even heel precies. Ik verwijt minister Vogelaar niets. Ik heb u gezegd dat ik niet weet waarom zij de onderhandelingen met de gemeente niet is aangegaan over die, ik meen, 400 miljoen. Dat moet u haar vooral zelf vragen. Maar ik zie dat collega's over vergelijkbare hoeveelheden geld het gesprek wel aangingen met gemeenten en gewoon afspraken konden maken over de besteding van dat geld. Dus dan denk ik, dat is een gemiste kans. En hoe haar oordeel is geweest, naar afweging is geweest, moet u haar vragen. Ten tweede, zij heeft wel degelijk geld uiteindelijk geregeld en gevonden voor die wijkaanpak. Want ze heeft de 10 keer 250 miljoen per jaar
geregeld. En ze heeft de 10 keer 75 miljoen van wat later de vogelaarheffing is geweest geregeld. Dat heeft ze gewoon zelf gedaan. Dat is hartstikke goed. Dat was heel moeilijk. Dat heeft ze voor elkaar gekregen. En dat is veel geld als je dat in die wijken kan steken. En ten derde, wij hebben ervoor gezorgd dat die reeks zogeheten ISV, ik dacht interstedelijke vernieuwing, is dat het woord? Of stadsvernieuwing, nou zoiets, gelden. Dat die reeks nog een jaar werd doorgetrokken. Dus daar is wel degelijk geld op de plank gekomen. Maar voor elke minister geldt, en minister Vogelaar was daar natuurlijk niet de enige in. Je moet roeien met de riemen die je hebt. Je hebt altijd minder riemen dan je zou willen. Als commissie denken we, hey, Krachtwijk aanpak, belangrijk speerpunt van het kabinet. En het is dan opvallend hoe moeilijk die financiering tot stand komt. Nee, maar u zegt, ik ben het oneens. Uiteindelijk een haalbare missie om die financiering te... Nee, ik ben het met u oneens. Want ten eerste, dit is dus gewoon gedaan en gelukt, wat ik nu net beschrijf. Ten tweede, er ging ook erg veel geld naar de wijkaanpak, maar dan niet via de begroting van minister Vogelaar. Mm-hmm. Dat liep bijvoorbeeld via de veiligheidsbegroting. Veiligheid was echt een heel groot issue in veel van die wijken, dus daar ging geld naartoe. Het ging via sociale zekerheid, mensen aan het werk te helpen in die wijken. Het ging via groenvoorziening in die wijken. Dus er waren tal van terreinen waar andere ministers ook hun bijdrage gaven aan het wijkenbeleid. Het was dan juist de taak van minister Vogelaar om dat te coördineren en focus te geven. En ten derde, een minister heeft meer instrumenten dan alleen maar geld. Een minister gaat ook over bevoegdheden, bijvoorbeeld van gemeentes of woningbouwcorporaties, afspraken die je met elkaar maakt, convenanten die je met elkaar maakt. Dus makkelijk was het zeker niet, maar er waren mogelijk echt veel instrumenten. Ja, helder. Een paar dagen voor het aftreden van minister Vogelaar debatteert de Kamer met haar over de aankoop en de exploitatie van het stoomschip Rotterdam van woningcorporatie Woonbron. In hoeverre speelde dit debat in de Kamer een rol bij haar vertrek? Dat was de laatste druppel. Dus het moment wat de heer Bashir net vroeg, hè, of dat gesprek de aanleiding was. Nee, dat gesprek was niet de aanleiding, dit Kamerdebat wel. En welke andere druppels waren daarvoor? Nou ja, er was een opeenstapeling. Als ik het niet erg vind, wil ik dit graag toch relatief kort houden. Want ik weet ook niet helemaal zeker of dit ook, daar gaat u natuurlijk over horen, of dit ook echt het onderwerp van de enquête is. Maar er waren een aantal zaken gebeurd waarin in de omgang tussen minister Vogelaar en Kamerleden, de omgang tussen minister Vogelaar en haar collega's en de omgang van minister Vogelaar met de pers, waardoor ze zozeer aan gezag had ingeboet, dat het mijn oordeel als PvdA-leider was, en daar neem ik volle verantwoordelijkheid voor, dat ze niet meer gezagsvol door kon gaan. En u zei, Woonbron was de SS Rotterdam was de laatste druppel. Vond u haar optreden in deze zaak van Woonbron verwijtbaar? Dat ze dat niet goed deed? Ik vond het in ieder geval onverstandig toen. Ik vond dat zij Kamerleden onnodig schoffeerde. En ik vond dat ze in dat debat eigenlijk onvoorwaardelijk achter Woonbron ging staan. Mm-hmm. Terwijl iedereen op zijn klompen kon aanvoelen dat toch misschien die aankoop van die Rotterdam niet zo verstandig was. Maar dat je sowieso als minister er verstandig aan doet om niet voordat er enigerlei onderzoek is gedaan, meteen al achter de desbetreffende woningcorporatie te gaan staan en gewoon eerst dat onderzoek plaats laten vinden. Dat kwam toen niet over als een verstandig optreden. Ze treedt af en vervolgens benadert u de heer Van der Laan als opvolger. Welke kwaliteit had de heer Van der Laan voor het corporatiedossier? Nou, dat heeft hij denk ik in de jaren daarna uitbundig laten zien. Hij is een jurist die dus goed thuis is in juridische zaken waar de corporatiewereld van vol zit. Hij kent de stedelijke omgeving, onder andere vanuit zijn politieke ervaring in Amsterdam. Hij werd door iedereen gezien als een buitengewoon beminnelijk persoon die zich met enige soepelheid door een mijnenveld heen kan bewegen. Nou, dat leek ons allemaal kwaliteiten die van pas zouden kunnen komen. Ja. En kreeg hij bij zijn aantreden ook nog een opdracht of boodschap van u mee? Ja, het herstellen van gezag. En dat gold natuurlijk inmiddels op twee terreinen, want minister Vogelaar was niet alleen verantwoordelijk voor de wijkenaanpak, maar ook voor het integratiedossier. Ja. Herstellen van gezag.
En speelde ook uw opvatting over de maatschappelijke onderneming en de toezicht op corporaties nog mee bij zijn benoeming? Nee, maar ik ben wel heel erg blij hoe hij dat heeft opgepakt. En hoe hij dat heeft opgepakt zullen we dan later op de dag horen. En daar ga ik vanuit, ja. Dank, voorzitter. Ja. Dan gaan we ook nog even naar mevrouw Hashi. Ja, meneer Bos, bij mij blijft nog een punt hangen als ik luister naar dit verhoor. En ik ga toch met u terug naar het begin, die rekenfout. Want u geeft aan dat u zich niet herinnert wanneer u van die rekenfout wist. De blauwbrief die kreeg u van minister Winsemius. Dus hij was zelf nog minister en u nog niet. Klopt. Die brief is ook aan u gericht als fractievoorzitter. Mm-hmm. Dat is toch post die je niet elke dag krijgt. Kunt u het zich nog steeds niet herinneren? Nee, ja, u vraagt mij of ik een brief gekregen heb 7 jaar geleden. Dus weet u nog welke brieven u kreeg 7 jaar geleden? Als ik een blauwe brief zou krijgen, dan denk ik dat ik dat niet zo snel Maar dat zou dan misschien zelfs betekenen dat ik hem niet gehad heb. Maar dat durf ik ook niet te zeggen. Ik weet kunt u wel bevestigen dat u de brief heeft gehad voordat u minister van Financiën werd? Nee, dat kan ik niet. Ik kan, en misschien mag ik daar misschien toch ten principale een opmerking over maken. Het is in dit soort verhoren ook voor mijzelf steeds wel een heel moeilijke keus of ik louter op basis van mijn eigen herinnering antwoorden geef. Of dat ik in de dossiers duik en dan kijk wat ambtenaren gereconstrueerd hebben. En dan op basis daarvan denk, oh ja, het zal vast en zeker wel zo en zo gegaan zijn. Als u mij vraagt op basis van mijn eigen herinnering of ik weet of en wanneer ik die brief gekregen heb, nee, dat weet ik niet. Ik sluit dus helemaal niet uit dat die brief ergens op een stapel is terechtgekomen die ik pas toen ik weer terugkwam als Kamerlid na de onderhandelingen gezien heb. Ik sluit niet uit dat die vanuit de Kamer is doorgesluist naar het formatiebureau en daar formeel afgedaan is door het secretariaat en niet aan de onderhandelaars gegeven is. Ik sluit niet uit dat ik hem zelf gezien heb. Ik weet het gewoon niet. Het enige wat ik weet is als ik het dossier doorlees dat ik zie dat de brief geschreven is en aan mij gericht was. Als fractievoorzitter? Als Kamerlid, ja. Als de voorzitter mij nog even toestaat voor één punt. Want een kerstverse minister, daar wil ik met u over hebben. Een kerstverse minister zonder geld, sterker nog, in de min laten beginnen. Dat is op zijn zachtst gezegd een valse start. Dat moet u weten als ervaren politicus. U heeft het nu over de minister van Financiën, neem ik aan. Nee, ik heb het over de minister Vogelaar. Nee, maar de minister van Financiën begon met een min. Ja, maar laat mij mijn punt even afmaken. Wat nog veel erger is, als je als minister met zo'n valse start, budgetair gezien, begint, is dat je eigenlijk van meet af aan dus niet weet van de hoed en de rand. En dit is wel gebeurd als we kijken naar minister Vogelaar onder uw leiding. Kunt u daarop reageren? Ja, de minister die met een min moest beginnen was de minister van Financiën. Ik begon aan het kabinet met een tekort van 1 miljard ten opzichte van wat ik dacht dat ik in de schatkist had. En ik moest beslissen hoe ik dat ging oplossen. Er is geen enkele andere minister met een min begonnen. Minister Vogelaar heeft niet 1 miljard moeten ophoesten uit haar begroting om mijn tekort te dichten. Er was maar één iemand die een rekenfout voor zijn kiezen kreeg en die een tekort had. En dat was de minister van Financiën. En die had er goed de pest in. Maar dat was wel de situatie waarin we zaten. Minister Vogelaar heeft op geen enkele wijze in moeten leveren op intensiveringsgelden die haar toegezegd waren of op begrotingsgelden die ze toegezegd kreeg, omdat er een rekenfout was. De enige implicatie van de rekenfout voor minister Vogelaar was dat ze moest helpen om het gat in de schatkist te dichten door op een andere manier geld te halen bij corporaties dan in het regeerakkoord voorzien was. Een 500 miljoen van die miljard rekenfout heb ik uiteindelijk zelf opgelost in de algemene middelen. De andere 500 miljoen hebben we met de vennootschapsbelasting bij de corporaties binnengehaald. En zelfs dat bleek dus uiteindelijk om een veel lager bedrag te gaan. Nergens, ik herhaal nergens, heeft minister Vogelaar een cent minder gekregen om aan het werk te gaan dan wat ze in het coalitieakkoord voorgeschoteld kreeg. Dank, voorzitter. Dank, mevrouw Hashi. Meneer Bos, we naderen het einde van het openbaar verhoor. Als onze commissie kijkt naar de rol van actoren in de wereld van de corporaties, komen we ook uit bij de regering, dus op eenvolgende bewindslieden die ergens iets hebben gedaan met die corporaties. Nou, in dit geval is dat ook mevrouw Vogelaar, maar u zelf ook, ondanks het feit dat u niet op de corporaties rechtstreeks zat, maar op financiën. Dus als wij ook vragen naar de relatie tussen u en mevrouw Vogelaar, is dat voor onze commissie zo waardevol, omdat we dan achter de waarheid hopen te komen. Hoe nou ook minister Vogelaar op dit dossier heeft geacteerd en wat u daarvan vond en vice versa.
Dus dat is de reden dat wij als commissie daarnaar vragen. Dat willen jullie nu even meegeven. Ik sluit de vergadering. Dank u wel. Dank u wel.